welkom bij deze nieuwe video. Jongens, is er iets anders aan mij? Ik heb mijn haren geknipt en blond gemaakt. Grapje natuurlijk. Ik heb dat niet gedaan. Dit is gewoon een pruik. Ik vind het echt super leuk. Het is echt net echt haar, jongens. Oh my gosh. Als je me al lang volgt, heb je deze pruik al een keer heel lang geleden gezien in een video waarin ik pruiken ging testen. En daar was deze er eentje van. Alleen had hij toen geen pony en nu wel. En dat is ook een tip voor jullie. Als je je pruik zo echt wilt laten lijken als kan, knip er dan gewoon een pony in. En dan is het helemaal niet meer te zien dat het niet echt is. En ik heb echt het ideale hoofd voor een pony, want ik heb een groot voorhoofd. Dus dan is het echt perfect. Ik vond het wel leuk. Ik heb het zo achter gemaakt. Achter vastgemaakt met een klepje. Deze klep is van de Kruidvat. Super mooi. En I like it. Ik vind het echt leuk. Echt de perfecte manier om je haar te blonderen zonder je haar te beschadigen. Maar in ieder geval, daar gaat het vandaag niet over. We gaan het vandaag hebben over make-up. Want ik was het laatst weer in de Zeeman. En ik zag wat make-up en ik dacht, die gaan we testen. Jongens, de nostalgie. Als je me al volgt vanaf echt dag 1. Ik begon mijn kanaal met allemaal reviews van super betaalbare make-up. Echt, ik ging elke goedkope winkel af voor cheap ass make-up. En toen daarna werd het wat minder en zo. Toen had ik ook gewoon alles al gehad. En dit zijn niet per se winkels die echt elke maand met nieuwe make-up collecties uitkomen. Maar ik was dus laatst op zoek naar gewoon simpele zwarte truien voor onder mijn kleding. Ik dacht, ik ga naar de Zeeman. En ik vond wat een leuke make-up collecties. Het is niet heel veel. Dit was alles. Er was ook niet meer. Ik had nog gevraagd. Het is van Sense Beauty. Heb ik nooit van gehoord. Maar het is in ieder geval gewoon te halen bij de Zeeman. En ik dacht, laten we gewoon kijken of deze cheap ass make-up gaat werken. Want het is echt cheap ass. Het is super duper goedkoop. En ik ben gewoon echt heel benieuwd, ja, of het gaat werken. Zo ja, nou dan hebben we hier echt een gem gevonden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb me eigenlijk al basically helemaal opgemaakt. Want ja, er is niks voor het gezicht. Ik heb wel een andere blush. Maar deze blush had ik al opgedaan voordat ik wist dat ik deze video ging maken. Dus dat is niet echt handig. Maar ik breng het gewoon hier overeen op aan. Oké, ik heb dus hier een oogschaduw. Paletje. Dit voelt ook zo zacht aan. En dit is dan de inhoud. Het is eigenlijk helemaal niet alleen oogschaduw. Je hebt hier 4 oogschaduwen. Je hebt hier een bronzer. Je hebt een blush en een highlighter. Dus het is ook echt een gezichtspaletje. Dit zijn echt veel producten in één paletje. Oogschaduw, highlighter, blush, bronzer. Ideaal voor op reis. Dan hoef je gewoon één paletje mee te brengen en meer niet. Deze kost slechts €4,50, jongens. €4,50. Oh my gosh. Super goedkoop. En ik moet zeggen, ik vind het er oprecht best wel goed uitzien. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hierna. Deze ga ik voor de ogen gebruiken. Blush, highlight, bronzer en de hele shebang. En dan voor €5 heb ik ook deze set gehaald. Met allemaal verschillende producten. Zoals je kunt zien is hier al een roze lipgloss. Er is hier een eyeliner. Er is een mascara. En er is een heel klein oogschaduwpaletje. Dus €5 voor 1, 2, 3, 4... 4 producten. €5 voor 4 producten. Dat is echt niet te doen. Dat is ongeveer volgens mij €1,25 per product. Dus jongens... Het is allemaal echt super te koop. En ik ga het gewoon allemaal proberen, jongens. Ik ga ook even deze openmaken. Even kijken of dat gewoon zo lukt. Want ik wil dus ook dit paletje gebruiken voor de ogen. Deze. Dit zijn dus 4 kleurtjes. Ook weer zo'n handige opreisverpakking. Zo heel klein. Hele mooie neutrale kleuren ook. I love it wel. Maar 1 matte kleur. De rest zijn allemaal glanzend. Dus misschien dat ik die ook kan gebruiken voor de ogen. In combinatie met deze. Deze heeft 2 matte kleuren en 2 glanzende oogschaduwkleuren. Dus ik denk dat we hier zeker wel gewoon een mooie neutrale beetje look mee kunnen maken. Jongens, ik heb het zo koud. Oh my gosh, het is weer ineens koud. Het was dus echt een week lang echt in de min. Toen was het echt ijskoud. Toen werd het weer een beetje normaal. 8 graden, 10 graden. En toen had ik iets van, oh oké, we kunnen weer gewoon normale kleding aandoen. En nu ineens vandaag weer kabang. Weer super koud. Oh my gosh. Ik ga eerst beginnen met deze matte kleur hier. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon het gevoel dat deze make-up best wel gewoon oké gaat zijn. Tenminste de oogschaduwen. De gezichtsproducten weet ik niet per se, maar ik denk dat de oogschaduwen best wel oké gaan zijn. Deze gaat in de hele arcadeboog. Ook handig, zo'n grote spiegel. Kun je jezelf echt zo goed inzien. Oeh, heel veel pigment. Blendt niet top uit, maar er is wel lekker veel pigment. Dus dat is wel fijn. Ik beoordeel de make-up ook echt na de prijs. Dus ik verwacht niet dat dit nou even goed doet als een €40 paletje of zo. Maar er is al wel veel pigment, dus daar ben ik al enthousiast over. En ik moet zeggen, ik ben ook altijd best wel goed gewoon in een goede look maken met echt goedkope make-up. Zelfs met echt slechte make-up kan ik er bijna altijd wel iets van maken. Maar goed, ik heb geen zin om 10 minuten te moeten blenden per kleur. Dan is het ook weer niet waard. Zo, dan pak ik het kleine paletje en dan pak ik deze matte kleur hier. En die gaat ook nog in de arcadeboog een beetje onder die andere kleur. Om het iets donkerder te maken.
Oh my gosh, jongens. Dit is oprecht tot nu toe niet eens per se zo slecht. Ik ga stuk. Dan pak ik heel even een grote, schone fluffy kwast. Dan ga ik een beetje over de randen. Qua blending is het namelijk niet echt het makkelijkste. Je moet wel wat moeite doen. Dan pak ik deze donkere matte kleur. By the way, deze bronze blush en highlighters zijn ook echt gewoon te gebruiken voor de ogen. Het is niet dat je ze dan per se alleen maar voor dat kunt gebruiken. En die kleur breng ik vooral zo hier in de buitenste hoek aan. Ook weer om het wat donkerder te maken. Oké, nou dan heb ik nou volgens mij alle drie de matkleuren gebruikt. Ja, alle drie goede pigmentatie, alleen blenden niet heel makkelijk. Dan ga ik gewoon een beetje alle drie die matte kleuren mixen. Om ook zo aanbrengen op de onderste wimperrand. Dit wordt een beetje een wilde random ooglook. Ik ben niet echt heel secuur aan het werken. Ik wil gewoon een beetje een snelle look ermee kunnen maken. Een beetje gewoon makkelijk en snel, want ik denk dat dat is wat de meeste mensen zouden willen doen met dit soort make-up. Oké, welke glanzende kleur ga ik aanbrengen dan? Ik denk dat ik ga voor deze gouden glanzende kleur. Ik pak die gewoon een beetje met mijn vinger. Meestal zijn glanzende kleuren niet zo goed in dit soort paletjes. Oh. Wel heel mooi. Wel een beetje poederig. Dat wel. Die matte kleuren waren dat niet trouwens. Hele mooie champagne kleur. Het blijft ook best wel goed zitten. Toen ik het net aanbracht vond ik het een beetje poederig. Had ik het gevoel dat dat niet heel goed zou blijven zitten. Maar het blijft op zich best wel gewoon goed zitten. Dus dat is top. Jongens, tot nu toe gaat het op zich best wel gewoon oké. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die gaat in de binnenste ooghoeken. Om het daar een beetje te verlichten. En dan met wat nog op de kwast zit. Ook een beetje zo onder mijn wenkies. En dat was het dan eigenlijk, jongens. Dit was gewoon de ooglook. Het is echt best wel oké gegaan of zo. Dan heb ik hier nog een eyeliner. De Perfect Eyes Liquid Eyeliner. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat aanbrengen. Oh my gosh. Oké, het heeft zo'n hele zacht kwastje. Zie je dit? Deze ziet er op zich ook wel goed uit. Ik hoop gewoon dat die goed zwart is en echt mat. Dat vind ik altijd belangrijk. Oh jongens, dit gaat echt slecht. Het is echt heel waterig en heeft echt bijna geen pigment. Ik moet zeggen, toen ik het kwastje zo zag, was ik best wel enthousiast. Want het leek wel gewoon goed te zijn. Het kwastje is ook oprecht heel erg fijn. Alleen de formule van de oogschaduw is niet om over naar huis te schrijven. Maar als je een aantal laagjes aanbrengt, is het op zich wel oké. Maar je moet wel echt veel laagjes aanbrengen. Nee, dit ging niet echt goed. Het heeft me echt heel veel moeite gekost om het een beetje zwart te krijgen als nu. Het kwastje is wel echt super fijn. Dus als de formule ook goed was geweest, dan had ik hem zeker goed gevonden. Maar helaas. We gaan nu verder met deze. De Lovable Lashes Volume Mascara. Meestal zijn dit soort echt hele goedkope mascara's niet zo goed. Dus ik ben benieuwd. Ik zie ook al aan het borsteltje dat het waarschijnlijk niet echt goed gaat zijn. Ik heb wimper extensions, dus ik ga het aanbrengen alleen op de onderste wimpers en kijken wat we ervan vinden. Maar ja, ik wist het eigenlijk al wel gewoon gelijk. Dit gaat niet heel veel doen, zoals je kunt zien. Eyeliner en mascara zijn toch wel twee producten die vaak gewoon niet zo goed zijn als ze gewoon te goedkoop zijn. Want die moeten echt gewoon een goede formule hebben. En het is ook niet heel makkelijk om zo'n goede formule te creëren. Nee, dit is echt heel slecht. Er komt echt gewoon niks vanaf. Nou, meer kunnen we er niet meer van maken, jongens. Nou, we zijn weer uitgezoomd. De oogschaduw ging best wel goed. Daar ben ik wel blij mee. Ik ga nou de gezichtsmake-up doen. Dus met dit paletje. En ik ga bronzen met deze kleur. Hij lijkt wel een beetje aan de lichte kant. Ja, of niet eigenlijk. Nee, hij is wel een beetje licht. Dus als je echt een donkere huidskleur hebt, gaat het niet werken. Ik denk dat mijn huidskleur het op zich wel gewoon kan werken. Oké, deze pony is dus niet zo handig als je gaat bronzen. Want ik bronze altijd vooral veel op mijn voorhoofd. Hoe maken mensen zich op met een pony? Gewoon een beetje zo doen of zo. Ga stuk. Oké, nee, wacht. Normaal heb ik dus gewoon zo'n haarbandje in. Ik denk dat ik dat nou ook gewoon ga doen. Oké, ik weet dat dit er een beetje gek uitziet zo. Ziet er echt niet uit. Laat me gewoon snel die bronzer aanbrengen. Mijn kwast is echt te groot, maar oké. Ik heb nu ook gewoon echt nog geen bronzer op. Ik heb nog geen bronzer op. Oh, ik ben heel te bang dat ik dus in deze oogschaduw ga, wat ik ook al doe. Dat is niet zo handig. Je wilt geen bruine oogschaduw op je voorhoofd.
is wel ook weer super gepigmenteerd. Maar ook weer qua blending is het niet echt top. Het lijkt gewoon eigenlijk een beetje op die oogschaduwformule. Nee, ik denk niet dat ik deze bronzer per se zou gebruiken als bronzer. Wel als oogschaduw. Daar is hij wel heel mooi voor. Zo voor in je crease. En dan ga ik in met echt een super felle glanzende blush. Kijk hoe fel roze die is. Ik heb al een liquid blush op van Rare Beauty. Maar ik ga er gewoon mee overheen. Oké, breng niet te veel aan. Oh my gosh. Blush is ook weer super heftig. Ik ga stuk. Oké, ik heb te veel aangebracht. Op zich is het wel echt heel cute. Ik vind die blush wel heel cute. Je moet gewoon echt iets minder aanbrengen. Niet te veel ingaan, als hoe ik het nou heb gedaan. Als je houdt van echt een roze blush, dan vind je het wel mooi. Ik hou op zich af en toe wel gewoon van echt een roze blush. En dan is het tijd voor highlighter. De laatste in dit paletje. De kleur is echt perfect. Echt een perfecte kleur voor mijn huidskleur. Oh ja, heel mooi. Zien we dit? Oh wow, hij is ook helemaal niet zo poederig of zo. Wat je ook wel vaak ziet bij de wat meer betaalbare highlighters. Dan breng ik ook een beetje aan op mijn neus. Op zich was echt heel dit paletje gewoon eigenlijk best wel oké. Alleen de bronzer zou ik niet per se als bronzer gebruiken. Maar voor de rest was het echt wel gewoon oké. Dan het laatste product voor vandaag. Die ook dus in die ronde verpakking zat. Deze lipgloss. Ook weer echt fel roze. Super glitterig jongens. Kijk even dit. Kijk even hoe glitterig dit is. Oh my gosh. Oké, ik heb nu een balmpje op. Haal ik er even af. Ik ben ook niet per se een fan van hele goedkope lipglossjes. Omdat die er altijd gewoon heel vaak afgaan en te glitterig zijn en zo. Maar ik ga het gewoon proberen. Ja, het is echt letterlijk glitter op je lippen. Hij is niet heel rozig. Het is eigenlijk gewoon vooral glitter. Het heeft ook niet echt een geur. Ja, kijk, ja. Als je houdt van veel glitter op de lippen, dan is het iets voor jou. Maar voor mij, nee. Ik vind dit toch iets te... Ik weet niet, iets te cheap uitzien of zo. Het geeft echt zo'n hele goedkope look die je echt niet wil. Voor mij is dit niet echt niks. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de look met alle zeeman make-up. Wat vinden we ervan? Ik vind er allemaal op zich echt best wel gewoon goed uitzien. Ik denk niet dat je kunt zien dat ik nou echt goedkope make-up op heb. Eigenlijk wat ik echt het meeste aanraad is eigenlijk gewoon dit paletje. Super goedkoop. En het is echt best wel een goed paletje. De oogschaduw is ook echt heel erg mooi. Hij gaat niet meer open, ja. Dus dit paletje is ook echt super handig voor op prijs. Hij is goedkoop. Het is ook niet de beste make-up ever. Maar voor die prijs is het echt wel een best wel handig paletje. Ja, en deze hele set raad ik niet per se aan. Ik vind de oogschaduw ook weer best wel oké. Maar alle drie deze andere producten vind ik gewoon echt, echt crappy. Dus deze zou ik niet per se aanraden. Maar dit was eigenlijk op zich echt best wel gewoon oké. Ook handig misschien als je nog oefent met make-up en zo. Of je hebt gewoon niet heel veel geld over voor make-up. Dan is dit best wel gewoon oké. Ik ben heel benieuwd wat vonden jullie van de make-up. En wat vonden jullie van de video. Vinden jullie het leuk? Dit soort super goedkope make-up. Of hebben jullie iets van, nou Sarah, hou het maar gewoon bij de normale echte make-up brands. Let me know beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!